Oké. Okay. Oh, geef mij deze obsidian. Ik ga gewoon heel endrecht. Oh nee, ja, tuurlijk. Mm-hmm. Oh, netjes. Leuk. Oh, ik ga gewoon zonder spullen even op zoek naar een chest. Want die chest die geeft ons echt goede spullen. Ik ga eerst even slapen. Ja, we moeten niet chests onderschatten, nee. Als je even gaat slapen, dan doe ik weer een nieuw obsidian blok. We zitten op de helft, Joost. Yes. Ik geloof erin. Oké, okay, een diamond erbij. Oké, okay, en we gaan weer verder. Ja, tuurlijk joh, bij de eerste sprong val ik alweer. Ik heb een chest gespot, maar deze heb ik waarschijnlijk al gehad. Ja. Dan sloop ik hem. Ik ben de man op zoek naar de chest. Het is alles chest, komt Joost. Goed. Alles komt goed. Dat is echt de potentie van een carnavalshit. En de theme song. Ook gewoon van ons. Ik ben de man. Op zoek naar een chest. Even, en zijn zelf tijd moet gewoon even rondkijken en op zoek naar een chest. Maar het is echt gewoon... Je ogen moeten dan even wat? Veel te veel blokjes? Ja, je ogen worden gek. Ja. Op een gegeven moment, dat was een aflevering 1, dat keek je terug op YouTube. En toen keek je naar het wolblok en toen zei je, waar is het wolblok nou? En ik wist precies waardoor dat kwam, omdat je gewoon zo gedesoriënteerd raakt in deze omgeving. Zeker Want, weten. Daar heb ik nog een chest erboven. Oh, chest gespot. Oh, die chest is ook leeg. Maar ik kan hem niet slopen vanaf hier. Non jus, ik heb geen bouwblokjes mee, dus ik kan waarschijnlijk niet bij die chest. Wacht, misschien wel. Ik heb plannen. Ik heb zoveel plannen. Joost is een man met een plan. Oké, verder. Ik heb weer een nieuwe obsidian blok. Doe ik weer in de chest. Oh, oh, oh. Mickey Mouse. Yep. Oké, dit is geniaal. Dit kan je, Joost. Kom op. Focus. Ik wil het niet jinxen, maar ik ben blij dat het tot nu toe niet fout is gegaan. Oké, okay, er zit hier niet zoveel, heel veel leuke dingen in. Er zit wel een leather cap in. Die doe ik op voor de motivatie. We moeten hem echt roze verven uiteindelijk. Oké. Okay. Meer obsidian zoek ik. Ik zoek chests. Om onze voorraad te verbeteren. Moet lukken, zou ik zeggen. Oké. Okay. Ik ben al best ver gesprongen. Oh, chest. Oké, hoe kan ik nu alleen... Ik heb geen pickers meegenomen. Nu moet ik een blockstone gewoon op mijn hand... Oh, dat is echt... Ik had gewoon even een stone pickers mee moeten nemen. Ja, precies. Ik heb golden chestplate, spruce sapling, 32 gras, een head, een spawn cave spider, een iron door en spawn skeleton. Netjes. Nee, de chest neem ik ook allemaal mee. Kunnen we best wel gebruiken. Ja, inderdaad. Heb je helemaal gelijk in. Even kijken wat... Nog ergens... Oh, 2 chests naast elkaar. Nice. Episch. Hopla. Oh, wat? Oh, cool. Ik viel een stukje. Ik ben heel bang nu. Ik heb volgens mij... Oh, is dit een nieuwe manier om je armor aan te doen? Dat ken ik helemaal niet, joh. Gewoon shift-klik. Nee, shift-klikt, ja. Shift rechter muisknop. Ja, precies. Dan doet hij het gewoon ineens... Oh, dat wist ik niet eens, joh. Nee, maar dan doet hij het ineens aan uit je... Als je hem in je hotbar hebt en je hebt 1 niet eens geopend... Doe je shift, rechter muisknop en doet hij het gewoon aan. Oh, cool. Oh, dat wist ik ook nog helemaal niet. Ik deed het behoorlijk. Dus oké, okay, ik sta hier ergens beneden. En ik weet niet hoe ik terug moet naar het eiland. Dit is niet ideaal. Oh, daar. Oké, okay, ik moet daarheen. Ik moet echt een best wel veel sprongen gaan maken. Oh, ik ook straks hoor. Ik zit op I-96. Oh, shit. Oké. Okay. Ik bouw blokken nog zoveel als dat ik blokken heb... Ik zit bijna goed. Heb ik ook expres zo gedaan. Maar... Oké, okay, ik moet nu nog een paar sprongen maken. Oh, chest gespot. Oh nee, ik viel. Oh nee. Rustig, geen paniek. Rustig? Oké, okay, cool. Joost, ik heb vertrouwen in dat je dit kan. Ik heb vertrouwen in dat jij voor ons obsidian kan fixeren. Ik heb weer een obsidian blok dat ik nu weer ga brengen als ik niet val. Die chest eronder pak ik zo trouwens hoor. Deze gaan we eerst even halen, want deze zit boven mij. Oké, okay, ik klim weer naar boven. Ik zit in de waterval, er kan weinig misgaan. Kom op, Jelle. Oké, okay, ik klim naar boven. Oké, okay, ik ben op het platform.
Oh, als je nu nog iets misgaat, dan... Ik heb een iron pickaxe gevonden, dus ik kan ook nog andere waardevolle dingen meenemen. Een iron pickaxe, nice. Ik heb nog een emerald, heb ik gevonden. Als ik nu levend terugkom, heb ik echt een hele hoop zooi. Oké, kom alsjeblieft levend terug. In dat geval. Oké, ik doe verder de items terug in de chest en ik pleeg even zelfmoord. Oké. Waar is die chest nou? Die stond hier. Chest! Wees niet verdwenen uit mijn visie. Oh nee, ik stond net... Chest! Ik ben hem kwijt. Oh. Waar is dat ding? Oh, ik heb echt geen idee. Ik ga even terug naar waar ik was. Daar zag ik hem namelijk nog. Hierzo. Okay. Oh, daar. Ik zie hem weer. Oké. Het gaat nog redelijk goed. We hebben de chest. We hebben een painting! Oh, beter! Yes, en nog wat anders. Dat is uiteindelijk wel leuk voor ons uiteindelijke huis. Zeker weten. Dat kunnen we gewoon bewaren. Ik heb ook nog een chest helemaal op de bodem gespot. Oké, nice. Ga ik ervoor? Ga er gewoon voor, joh. Ik ga het gewoon doen. Nee, is een blokje obsidian viel ernaast. Oh, nog een chest. Ik vind echt heel veel chests. Echt heel veel. Ja, nog meer magma cube span dingen. 38. Oh, echt veel zooi. Oh, mijn inventory is dus vol nu. Oh. Wat kan ik kwijt? Een wooden hoe. Ik doe gewoon even het armor aan. Dat scheelt ook weer. Joost. Och, wat is er? Ik heb goed nieuws. Vertel. Ik heb een totaal aantal van 10 obsidian. Nice. En ik weet al precies waar ik een portal ga neerzetten. Oh, ik heb een pick spanek ding. Oké, gaaf. Ja, die wil ik mee. 1 cobblestone, die hoef ik niet. Die andere troep hoef ik ook niet. Oké. Okay. Let's go, just focus and do that. Oké, okay, even omheen kijken. Even organiseren. Even weten van hoe en wat. We kunnen nog wat diamond meenemen, mocht ik het tegenkomen. Ik ga er niet specifiek naar op zoek. Het portal staat, Joost. Nice. Hebben we flint en steel, ja toch? Ja. En het is ook wel aan. Dan gaan wij daar zomaar eens heen, denk ik. Ja, dat is een goed idee. Ik heb echt heel veel dirt gevonden, dus dat is heel chill. En ik heb nog een chest gespot. Nice. Oké, frame lag. Oké, okay. Oh, 2 chests. Oeh. Oh, een water bucket. Oké, okay, misschien is het echt een heel goed idee om nu terug te gaan, Joost. Hebben we saplings genoeg? Ja. Ja, we hebben flink wat saplings. Mochten we ooit weer gaan tree farmen, hebben we het echt zat. Dan dump ik die nu even, want dan neem ik even het andere belangrijkere zooi mee. Ja. Dat komt voor de bakker. Spawn Enderman. Oh jee, yippie. Sloop de chest. Sloop de chest. Ik vind het echt gierig van Teun dat hij nog geen nieuwe deal heeft voor ons. Ja, Victor bedoel je. Zeg ik Teun? Ja. Slecht van me. Victor. Ik vind het echt slecht van Victor dat hij nog geen nieuwe trade heeft. Dat vind ik heel gierig. Ja, ik vind het erg gierig. Victor is een beetje de asociale trader van de stad, hè. Dat zeiden ze ook al toen we hem kochten voor €5 op de marktplaats. Ja. Ja, dat is precies hoe het is gegaan. En niet anders. Het is tijd om terug te gaan. F3. 260 moet dat zijn. Dus het is die kant op. En we zijn op 62 ongeveer. Eentje verder. Mm-hmm. En min... Ik ben jou nu aan het zoeken. Ja, ik ben op plus 232. Dus dat gaat wel even duren. Oh. Dat gaat echt wel even duren. Oh, dat gaat echt waarschijnlijk niet lukken, maar... En de kans is klein. Want zo goed ben ik niet. Als het lukt, dan vind ik mezelf een held. Dan vind ik het gewoon een prestatie. Ja, dat mag je ook wel trots op jezelf zijn. Dan had ik het even eerder moeten doen met al die diamonds. Misschien wel. Oké. Niet naar de getallen kijken, Joost. Gewoon doen alsof je lekker een parcoursmap aan het spelen bent. Je kan dit. Vertrouwen. En er is absoluut geen consequence of death. Helemaal niet. Nee, gewoon lekker springen. Oké, ik zit nu op 80. Zit je nu op 80? Oké.
Alles komt goed. Ik heb nog meer diamond gespot. Ik neem het even mee. Oké. Okay. Wacht, ik ga even stekken. Iets omhoog. Oh nee. Ik kan zo niet meer sprinten. Oh. Maar ik heb heel veel dirt. Ik heb heel veel dirt. Dan moet ik je komen redden. Oké. Okay. Dus okay. Er is nog geen paniek. Nog. Ik weet niet waarom ik dat blokje plaats, maar dat maakt niet uit. En volgens mij heb ik wel iets van eten of zo in mijn inventory. Nee, totaal niet. Gewoon nul eten. Ja. Episch. Ik ben wat emeralds aan het hakken, omdat ik op je... Ik kan nog sprinten. Bij hoeveel kan je niet meer sprinten? 3 blokjes. Per drie geloof ik. Ik heb 3,5. Oh, dan moet je opschieten. Of ergens watermeloen vinden of zo. Goeie voor jou. Ik zoek omheen. Zoek. Watermeloen gespot. Oké, kom op Joost. Kom op, red het nog even naar die watermeloen. Als je dat niet redt en ineens stopt met sprinten, dan ga ik huilen. Ik ben nu 1 blokje voor de watermeloen. Ik sta op de watermeloen. De mensen die dit kijken moeten weten dat als we niet meer kunnen sprinten, dat we ook niet meer de 3 blokjes per kunnen. Oh nee, maken. De watermeloen viel daarnaast op mijn inventory was vol. Nee. Dump de stone shovel. Nee, volgende watermeloen. Ik kan even slapen, Jelle, want dit is totale paniek. Ja, oh, als ik niet vast wil zitten in een spiderweb. Oké. Okay. Ik heb... Oh nee, sorry, ik heb nog 4. Ik had 4,5. Ik had het verkeerd verteld. Oké, okay, gelukkig maar. Ik ga nu slapen voor je. Dank u. Dat er geen skeletons hier ineens gaan beschieten. Want dat zou het laatste zijn wat we op dit moment willen. Waar is... Ik ga gewoon richting thuisbasis. En dan als ik er een tegenkom, ga ik er naartoe. Naar Melon. Ja. Hoeveel dirtblocks heb je in je inventory? Ik heb bijna... ik heb meer dan 2 stacks. En ik heb 33 stone. En een diamond leggings heb ik nu gevonden. Oké. Okay. Dus ik heb best wel goede spullen. Een iron door. Ik moet even wat losse zooi dumpen. 4 spruce wood planks heb ik niet nodig. Oké, okay, ik ga nog een keer iets van... Oh, ik heb genoeg emerald gehaald om nog iets van Victor te kopen. Dus we kopen nog meer diamond boots. Doe dat. En dan hoop ik dat hij nu wel met een nieuwe trade komt. Hoe was het ook weer? Min 100 en... Oh god, ik heb nu 3,5. Wow, oh, dit is... Nee! Oh! Jelle, ik kan niet meer sprinten. En tenminste, of het faalde. En ik heb nog een half hartje. Oké. Okay. Maar ik heb een melon gespot. En ik ben onderweg ernaartoe met mijn stack met dirt. Stacks met dirt. Oké, okay, ga dat alsjeblieft goed doen. Alsjeblieft. Ik heb shift ingedrukt. Ik ben op de laagste laag. Dit is intens. Oh, ik kan hier al niet tegen. Laat staan onder hoeveel druk jij staat. Ja, heel veel. Kom op, focus. Heel veel. Kom op, Joost. Focus. Je kan dit. Hier heb je jaren voor getraind. Dit is waarvoor je bent geboren, Joost. Inventory space maken. Doe je 1 iron ore. Kom hier, meloen. 7 stukjes. Om nam nam. Ja, als ik zou weten waar je bent, dan kan ik even naar je toe komen. Misschien ga ik regenen. Ja, ik ga regenen. Ik kan hem helemaal vol krijgen. Oh. Ja, hij is helemaal vol. Hij gaat nu regenen. Oké, okay, wacht even totdat je bent geregend voordat je nieuwe sprongen gaat maken. Nee, ik ga niet springen. Ik ga met de dirt even verder. Ja, heel goed idee. Min die kant op. Okay, die kant op, die kant op. Ja, ik ben je aan het zoeken, maar je bent volgens mij echt ver weg. Nee, ik ben op min 23. Zet. Oké. Okay. Dus dat is echt ver. Moet je nog 125 blokjes racen? Of zo? Ja, ik ga wel even echt mezelf een stuk omhoog. Dat is het stekken, want anders dan... Als ik val, dan kan ik mezelf nog redden. Zit je daar nou? Nee, ik zie je daar niet. Oké, okay, ik ben nu op I 20 en Z min 34. Maar wat ik moet zeggen, Victor is nog gieriger dan ooit van tevoren. Wat dan? Eerst wilde hij 7 emeralds voor diamond boots. Mm-hmm. Nu vraagt hij 7 emeralds voor een iron pickaxe. Wat? Victor! Victor! Wat een eikel! Je mag hier al op ons fantastische eiland zijn. Je hebt een prachtig huis van 1x1. En dan ga je ons... Oh nee, ik viel. Oh nee! Afzetten. Nee! Nee. Ik heb wel coördinaten. Er liggen wel wat spullen, maar het is... Jelle, dit gaat echt slecht. Voor mij mag je het backcomment gebruiken. Nee, maar alsnog. Waarschijnlijk, ik probeer het wel. Waarschijnlijk heb ik heel weinig... Ja, nee, dit is niet waard. Oh, banen. Dit gooi ik er wel af om even niet te cheaten. Oh.
Maar hey, we kunnen in de Nether. Ja, laten we dat gewoon gaan doen. Even afwisseling in de tent. Even afwisseling. Hebben wij iron? Pittig weinig. Dat had ik dus... Nee, dat had ik heel weinig van mee. Dat maakt niet uit. Ik had vooral veel van spawn eggs. We hebben hier een diamond sword. Maar ik denk niet... Volgens mij is de Nether ook in deze vorm. Ja, klopt. Ja. Dus in principe, als we met een diamond pick... Met die pickaxe... Nou, laten we niet eens de diamond pickaxe pakken. Laten we gewoon even een steen pickaxe maken. Een iron. Dat is misschien wel handig. Iron? Hebben we genoeg iron daarvoor dan? We hebben 2. Dus als we even eentje halen... Nou, dat kan ik wel. Zit er eentje in de furnace zelfs? Oh, dan hebben we een iron pickaxe. Oké, kan jij maar die 2 iron geven? Zit in de furnace. Zit nu ook coal. Oh, we moeten nog even smelten. Oké, heb ik al gedaan. Oké, dan kunnen wij dat. Joost. Hey, doe eens niet joh. Is niet zo gek. Vecht. Nee, dit is echt heel onverantwoordelijk. Oké. Nog 1 iron ingot en dan... Kunnen we glowstone en zo en netherrack gaan halen. Yes. En misschien wel kunnen we daarmee gaan brewen uiteindelijk ook. Mm-hmm. Nou, het eerst even een huis maken überhaupt. Ja, precies. Dat is inderdaad even prioriteit. Ondertussen, dat we even wachten, hak ik even een klein beetje cobblestone. Ga je gang. Maar ik moet wel kort nog wel nog zo'n avontuur gaan. Moet ik gewoon iets eerder terug gaan en zorgen dat ik eten mee heb. Ja, precies. Want volgens mij was je loot echt heel awesome. Ja, was echt cool. Ja. Ik moet echt minder voor Engels praten. Volgens mij was de buit echt heel erg leuk. Nee, het was wel echt allemaal coole dingen. Oké, okay, ik ga nu de Nether in. Kom maar aan. Cool. We need to go deeper. Oh, het is niet in grid form. Wat? Het is niet in grid form. Serieus? Mm-hmm. Oh, ik dacht dat het wel zo was. Nou, dan neem ik de diamond pickaxe even mee. Oké, okay, prima. Het is op zich wel gewoon veilig. Ik hoor guests. En quartz, maar dat hebben we echt helemaal niet nodig op dit moment. Nou, zal ik gewoon even een hele hoop netherrack hakken voor bouwblokken en random dingen? Ja, dat is goed. Dan hou ik even... Want daar kunnen we dan gewoon die paden van maken. Dan kunnen we de cobblestone gaan gebruiken voor serieuze dingen. Ja, ik ga dan even op zoek naar... En wat? Okay. Hoeveel hebben we er nodig, denk je? Oh, iets quartz. Weet ik niet. Ja, quartz, ja. Een glowstone is wel vet, om ons toren ook gewoon even te verlichten. Ja, dan, precies. Dan kunnen we makkelijker terug navigeren naar het eiland. Dus, daar ga ik voor. Oké, daar ga ik dus voor. Hier is glowstone om de hoek. Nice. Ik doe gewoon even, ben ik veel, 3 stacks of zo van dit. Ja, is goed. Dat is wel even zat voor nu. Dan kunnen we gewoon een heel uitgebreid wegennet maken. Mm-hmm. En dan kunnen we altijd extra halen. Mhm. En stel ik voor dat we zelfs de slab zooi slopen, want ik heb er een hekel aan als het iets allemaal verschillend is. Maar ja, dat doen we even off-camera, dus nuts. Ja, dat doen we wel off-camera. Oh nee! Een guest! Een guest, ik hoor hem! Hij blies echt de helft van de glowstone op die er nog was. Nou. En nu hij is net zoals Victor, enorm gierig. Ja, hij is echt heel gierig, ja. Oh! Dit is echt leven en dood. Dit is echt... Oh, tering. Sorry. Oh, een Nether Fortress. Nether Fortress, epic. Oké. Okay. Waar is meneer de guest? No. Ja, we kunnen op zich hem nog niet echt aan, at this point. Nee, klopt. Maar er is in ieder geval Nether Fortress hier in de buurt. Oké, dat is iets goeds. Dus daar kunnen we dan wel weer even heen binnenkort. Juist. Wacht, ik volg even jouw tingel. Oh, hier, hey. Waar is de Nether Fortress? Ik heb mijn Reddit, dus dat is op medium. Oké. Daar. Oh, ik zie hem. Ja. Dat kunnen we best wel de volgende missie maken. Wacht, ik ga even een stukje naar beneden. Een trap. Met een trap. Een good old trap. We moeten wel terug kunnen navigeren, though. Nee, dat komt goed, toch. Komt helemaal goed. Ik heb, ik ga er niet over liegen. Ik heb dit even een warp gezet. Oké, voor de zekerheid. Voor de zekerheid, ja. Weet je, we gaan gewoon proberen, mochten we de weg kwijt zijn, om het gewoon legit terug te vinden. Mm-hmm. Maar het zou behoorlijk stom zijn als we hier vast zouden zitten. Dus vandaar. Dat klopt. Oké, ik kan niet heel makkelijk bij het net... Oh, net valt er mee, kan wel. Ja, moet even... Maar als ik de tunnel gewoon die kant op zou maken, dan kom ik er gewoon. Oké. Wacht, ik loop even terug. Dat ga ik even doen. Dan kunnen we in één keer met de tunnel gewoon doorheen. Ja, dat is goed. Ik probeer even met een ander weggetje heen te komen. Oh, nee, een zombie Pikmin. Hallo. Vrienden worden. Oké, je moet hem niet slaan. Nee, doe ik niet. Oké, cool. Ben niet zo'n idioot, dat een andere keer wel ging doen.
En toen moesten we uitkijken voor Zombie Pikmin, omdat we jou moesten helpen met de Zombie Pikmin verslaan. Dus werden de Zombie Pikmin ook boos op Fabian en ik. Oké, waar is dat ding? Wat kan ik nou? Ik ben er bijna in. Ik ben nu mijn weg naar boven aan het graven. Oké, ik ben er nu in. Ik ben er doorheen aan het graven op zoek naar het fort. Nee, ik ben nu ook echt daadwerkelijk in het fort. Ik ben er denk ik bijna. Okay. Voordeel van de Netherrack, het hakt zo snel. Ja, dat is heel fijn, ja. Weet je wat echt absurd snel hakt? Vertel. Als je shears hebt en dan leaves. Oh ja, dat is echt niet helemaal snel. Of een spade en dan snowblocks. Ja, dat ook. Echt fantastisch. Ik voel me altijd zo overpowered als ik dan dat ga hakken. Ja, sowieso ook een pickaxe met efficiency. Oh ja, dat is wel prachtig. Oké, hier is volgens mij een blaze spanner. En ik wil er niet heen, want ik heb geen wapen. En we hebben ook niet per se blaze rods nodig at this point. Inderdaad. Okay, dus ik ga er gewoon van weg. Ik ben in het fort. Mm-hmm.